Ja, ik ben hier bij de 12 Visken in Grauw en Mirjam en Roos. Ik heb net een les gevolgd die jullie geven. Een les helemaal in het kader van techniek. En kinderen leren filmpjes maken, hè? Klopt. Ja. Even vertel. Nou, we hebben net een les gedaan, stop motion. Roos en ik werken nu sinds een paar jaar nu samen met technieklessen en met kunstlessen. En wat we vandaag hebben gedaan zijn stop motion filmpjes maken met kinderen van groep 4. Dan geven jullie techniek, kunst, computational thinking, met een moeilijk woord, wat is dat? Nou, computational thinking wil zeggen dat je eigenlijk, het komt bij de computerwereld vandaan, mm-hmm. Dat je in processen gaat denken, dus dat je eigenlijk iets groter geheel, kleiner maakt in kleine stapjes. En vaak heeft het, eigenlijk doen we dat heel vaak, want je doet het ook met kleuters en je doet het in je onderwijs heel veel. Mm-hmm. Maar om kinderen daar nou eens bewust van te maken van, hè, als je tegen een grote taak opkijkt bijvoorbeeld, nou, dat is dan de hele taak, maar als je nou eens in kleine stukjes gaat doen, hè, dan maak je eerst het eerste stukje van deze taak en dan wordt het vaak ook weer makkelijker door. En dat is dus een manier van lesgeven, die is ontwikkeld en waarin jullie in Grauw ook behoorlijk voorop lopen. Dan kan je vertellen dat jullie doen mee ook aan een Europees project? Ja, klopt. Wij zijn sinds 2 jaar geleden zijn we begonnen met een Erasmus-project. En zij willen eigenlijk onderwijs bevorderen tussen landen. Waarbij we een toolkit maken voor cultuurerfgoed, maar wel de denkvaardigheden gebruiken voor computational thinking. Je hebt het over cultuurerfgoed, ja. En je hebt het over een toolkit. En dan ook nog via computational thinking. Ja. Het wordt straks heel overzichtelijk, omdat er wordt een lessenserie voor leerkrachten gemaakt. En er is een partner uit Italië betrokken en zij maken fantastische educatie-apps. Dus direct ook in de klas straks gebruikt kan worden. En dat zijn dan apps waarbij je cultureel erfgoed onderwijst? Ja. Op een of andere manier. Ja. En als het gaat over cultureel erfgoed hier in Grauw, waar moet ik aan denken? Nou, we hebben net een project afgerond voor erfgoed, zeg maar. Dan moesten we met een hele grote groep, gingen we met camera door het hele dorp. En de kinderen moesten monumenten, straatnamen, standbeelden opsporen en daar moesten ze een foto van maken. En vervolgens kwamen we terug hier in het lokaal en hebben wij de foto's allemaal geprint. En de volgende opdracht was, kies een van je monumenten of kies een foto uit waarbij jij een stuk gaat schrijven. Dus je moet de geschiedenis achterhalen van jouw monument of straatnaam. Mm-hmm. Toen dat allemaal klaar was, kwam het in een app en dat heet Layers. En in die app komen alle foto's en jouw route komt daarin. En nu is het zeg maar voor iedereen toegankelijk. Dus de input van de kinderen? Ja, die zijn direct gebruikt. In Spacetime Layers. En we hebben met een andere groep hebben we nog een vertaalslag gemaakt. Van dit is een monument of een kunstwerk wat hier in Grauw is, op die route. Maak daar nu eens of je eigen versie of een nieuwe versie van. En die kan je dan op die route, precies op die plek op de kaart zetten. Dus als je geeft iemand de QR-code van die route, die scant hem met de app. En dan loop je die route en als je daar langs loopt, dan ploppen die op en dan kan je die aanklikken en dan kan je lezen en kijken. Er was bijvoorbeeld de Wilhelmina-boom hier in het park. Ja. Een meisje had die gekozen, of twee meisjes uiteindelijk, en die hebben daar een toneelstukje over gemaakt van Wilhelmina die het zaadje plant. Nou, de boom gaat groeien en ze raakt in gesprek met die boom, Wilhelmina. Oh, prachtig. Nou, en dat kan je dus gewoon als je downloaden als inwoner van Gauw of van waar dan ook. Ja, ja. Nou, heel mooi voorbeeld. Hey, wat maakt dat jullie zo enthousiast zijn? Nou, ik denk dat wij zo enthousiast zijn, omdat ik ben jaren geleden met technieklessen begonnen. En ik merk dat zodra ik met een les begon, en je bereidt het goed voor. Maar de betrokkenheid van kinderen is zo enorm groot. En ik heb ook elke keer zin om weer iets nieuws aan te pakken. We hebben ook van alles bij de hand gehad. Ja. En achter jou zijn de techniektorens, die worden goed ingezet. En dit is dan het kunstkabinet, waarbij je dan techniek en kunst weer samen. Ja, want dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je gewoon dus en techniek eigenlijk gecombineerd met kunst Klopt. En met cultureel erfgoed. Ja, en dan op een manier die eigenlijk heel past bij nu. Bij hoe kinderen leren, iPad, apps, et cetera. Maar is dat dan ook de winfactor van deze aanpak? Ja, in principe wel, denk ik. Ja. Het is ook los van elkaar ook heel erg goed te doen natuurlijk. Maar inderdaad om het allemaal samen te doen en kinderen kunnen er heel makkelijk mee omgaan. Dus de wereld wordt toch weer een stukje breder doordat je de iPad er ook weer bij neemt. Ja. Dus en het brengt ook nieuwe dingen omdat ik vanuit kunst kijk en meer vanuit techniek. En dan vullen we elkaar aan waardoor 1 en 1 wordt 3. Ja. Ik weet nog de ochtend dat Mirjam, jij zat in de docentenkamer en ik was iets aan het uitwerken. En ineens zei ze, kun je het niet samen doen gewoon dan? Ik zei, ja natuurlijk! En toen zijn we gaan brainstormen. En dat is nu gegroeid totdat we het hele jaar lang, elke groep 4 weken achtereen,
hebben en samen die lessen geven. Want zo doen jullie dat, dus in blokken van vier, dat je één groep samen hebt. Ja. En we moeten natuurlijk meteen vragen, dat is dubbele inzet van leerkrachten op één groep. Hoe wordt het betaald? Ik ben een cultuurcoach. Je bent dus een cultuurcoach. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk kan elke school dat doen. Die een cultuurcoach heeft, en dat heeft elke school, die kan hiervoor kiezen. Klopt, ja. Hey, als naar andere scholen enthousiast raken, en dat kan bijna niet anders, hè? Wat adviseer je ze dan? Een plan. Je moet eerst een plan hebben van, hè, want op een gegeven moment heeft mijn directeur wel tegen mij gezegd van, ze heeft mij uren gegeven, gaat de wereld in en dan komt er zoveel op je af. Dus het is eigenlijk, het begint bij een directeur die tijd organiseert, dan ga je een plan maken en zoek je de cultuurcoach erbij en ook een directeur en dan die vertrouwt op de kracht die ze in school heeft. Ja. Dus dat ze daar meer die ruimte voor heeft. En nou ja, wij hebben ook gewoon persoonlijk een klik, dus dat helpt. Daardoor zijn we met elkaar gaan praten en is dit eigenlijk als vanzelf ontstaan. Prachtig. Het is een heel mooi verhaal. Ja. Ik hoop dat heel veel scholen contact met jullie gaan opnemen. Oh, dus Travis en Mevrouw, daar moet je zijn. Dank jullie wel. Hartstikke goed.